Welkom bij Naklap, een podcast van Breedbeeld waarin we dieper ingaan op het traject dat filmmakers hebben doorlopen van het prille begin tot nu. Hoe is de liefde voor film en animatie ontstaan en waar bevinden ze zich vandaag? De tofste filmset is gelijk een jazzplaat. Dat je zo voelt van oké, er is hier een thema, maar er gebeurt hier van alles wat ik niet wist dat kon gebeuren. Heel veel films zijn inderdaad onzichtbaar gemonteerd, zoals je zegt, dat de montage niet opvalt. En dat is zo de manier waarop het moet. Een film is goed gemonteerd als je hem niet ziet. En ik ben daar niet helemaal mee eens, eigenlijk. My turn. I choose there. Maar stel je voor, je zit op café of op restaurant en je kijkt rond en je ziet mensen aan een tafel zitten. Probeer eens te vertalen, hoe zou jij dat verfilmen? Die sfeer, die scène, wat ze doen, wat ze vertellen, ook al hoort je niet wat ze zeggen, of juist wel. Maar ik denk eigenlijk dat Rami is gewoon een heel goede DOP. Die het niet draait. Ja. Maar in zijn hoofd wel. Ik wil een verlengde zijn van die regisseur. Ik wil niet mijn winkel of mijn ding meebrengen en opleggen aan het project. Ik wil een project volgen en de intentie van waar het komt volgen en dan daar een verlengde aan breien op een logische, organische manier. Een van de eerste dingen dat ik meestal graag wil zien is een doorloop. Waar gaat de camera komen? Zodat ik weet waar kan ik mijn licht verstoppen, waar gaan de acteurs staan. We zijn er allemaal om elkaar te helpen. Dus je moet ook de kans geven om andere mensen om dat te doen en vooruit te denken. Archiefmateriaal, dat fascineerde mij enorm, omdat ik zo een leven zag van zo lang geleden en dat besef van, ik krijg een inkijk in levens van mensen die er niet meer zijn. En dat is een soort fascinatie geworden eigenlijk.